Deze week rijden wij de legendarische Catera Astral. Maar niet met z'n vijven en 2 honden, maar met 8 en 3 honden. Je gaat zien waarom. Maar eerst beginnen we met onze gezinsraft. We zijn aan het omkleden. We hebben vandaag een familieraft geboekt. Dus ik ben benieuwd wat het inhoudt. De meiden mochten gewoon niet mee op een echte grote raftingtour. Dus het water hier te wild voor. Maar dit is een raft speciaal voor families. Dus we gaan zien hoe uitdagend dat die is. De netten mee aan doen! Wow, we gaan een versnelling pakken! Daar komt die, gooi hem nat! Oeh, een bukkie! Ja, zo ga je naartoe! Papa! 1, 2. Springen! Dus, kom op, Bink. Best wel hoog. Zo'n meter of 5 zou het zijn, denk ik. We gaan zien wat er gebeurt. Bommetje! Wow! We zijn begonnen aan de Catera Astral. Dat is de meest mooie zuidelijke route van Chili. Het brengt je hier wel door een heel mooi stukje natuur. De brug, de hondjes willen ook even mee naar buiten natuurlijk. En hier heb je weer de rivier waar wij op geraft hebben. We rijden weer op Catera Astral en het is echt ongelooflijk mooi hoe mooi het uitzicht hier is. Ik neem jullie heel even mee. Kijk, voor ons echt besneeuwde bergtoppen, hoge bergmeren. Ontzettend groen. Maar het is nog vroeg, kunnen jullie zien aan de zon. Het is ongelooflijk. Gelukkig is niet de hele Catera Astral omverhard. Dus we hebben nu een prachtig stuk verharde weg. Ik denk dat ongeveer 1/3 van de Catera Astral verhard is. De reden om deze wegen te rijden is echt een magistrale mooie uitzicht. Super. Echt niet normaal. Wat is dit gaaf? Zo ontzettend robuust, stil, indrukwekkend. Bij iedere hoek denk je weer, oké, dan krijg ik er nu weer te zien. Het is zo wijd, zo rustig, zo stil, heel weinig verkeer. Het is echt prachtig. Kijk maar dan weer. Er zijn dolfijnen, jongens. Af en toe komen ze even een stukje boven water. Echt geweldig. De brugjes oversteken, maar we hebben echt allebei onze zijkanten hebben we echt nou 5 centimeter over. Dus bergpas over en die slingert hier over de berg heen. Het schijnt een van de slechtste wegen te zijn die we onderweg tegenkomen, dus we laten ons verrassen. De bochten zijn best wel scherp, dus we moeten echt flink de zeilen bijzetten om goed de bochten door te komen. Je hoopt in ieder geval dat je hier niet te veel tegenliggers hebt. Want dan is het echt wel een uitdaging om dit soort bochten te maken. Ja, wel omdat het een van de mooiste passen is. We hebben dus een uitkijkpuntje. Echt geweldig. Het is echt mooi om even uit te stappen en dan een filmpje voor jullie te maken. Het is echt zo'n mooie route. Ik snap dat het een belevenis op zich is. We zitten nog steeds zuidelijker, maar het landschap wordt weer platter, hier wel wijdser. En op de afstand zien we nog steeds de grote bergen van de Alpen. Vandaag veel afstand afgelegd op de Catera Astral. Super mooie route, maar ook weer een heel mooi plekje gevonden waar we vannacht gaan slapen. De honden zijn lekker buiten aan het spelen. Daar staat Jeroen. Er liggen stenen op de grond, jongens, zie je het? Goed, we zijn weer verder op de Catera Astral. Wederom een prachtig uitzicht. Het is nu veel uitgestrekter. Wat droger ook. We zitten wat droger. Het is echt zo fascinerend hoe iedere 2-3
hier het landschap compleet veranderd. Ergens moet je tussen de rotsen door kunnen gaan lopen, Nes. Mm-hmm. Zijn we nou op zoek, hè, naar een plekje waar we tussen de kliffen kunnen gaan lopen. De klif ligt vol met de rotsen van de Andes. Dit is wat ik bedoel met de kleuren van de Andes. Mega veel kleur in de stenen. Als we dan een bochtje omkijken. Ik hoor hoe mooi hier is. We komen de meiden aangeklommen. Wij lopen hier de bocht op. En kijk nou. Wow, wat een mooi plekje. We gaan aan bij een smalle klif. Het water stroomt hier tot je harder, met meer geluid. Het lijkt echt wel mooi hoor. Iedere hoek is weer anders. We zouden hier uren daarheen kunnen lopen. Ja, ik ben ook weer terug. En die niet wacht. Ik ben een uur onderweg, maar ik ben niet terug. Tot wel op de plek. Dames, hoe was het? Leuk! Gaaf, hè? We komen net de pas uitrijden. Als je het ziet, het landschap is gewoon weer anders. Het is zo weerloos. Iedere hoek geeft gewoon weer een nieuw landschap. De dag ontwaakt. We hebben de honden opgestaan. Vannacht gaan we naar de vieren staan. We gaan heen draaien. En de boel gaan de water stromen. Dus we gaan dit naartoe lopen. Kom mee. Zit nog wel beneden. Ja. Ik ben even uitgestapt om jullie dit prachtige landschap te laten zien. Kijk. Weg naar Rotten, waar we even een verjaardag vieren. Echt indrukwekkend hoor. Het is het grootste meer van Chile. We zijn aangekomen op de plek waar we Ines haar verjaardag willen gaan vieren. Het is het grootste meer. Er liggen hele mooie marmerrotten. Dus daar gaan wij even kijken. Dat gaan we morgen kijken op haar verjaardag. Op zakelijk vlak een aantal dingen mogen doen en mogen uitzoeken en veel gesprekken gehad. Ik wist dat hij hier aan het fietsen was, maar ik had nooit van hem tegen te komen zullen komen. Maar ik heb een puppy gevonden en eigenlijk besloot dat hij met de puppy moet gaan kijken hoe we het nou verder gaan doen. Dus wat we gaan doen, we gaan de 3 fietsen op ons dak laden. We reizen op dit moment even met 8 man verder. En inclusief de puppy. We gaan zorgen dat alle vaccinaties op orde komen. Dan wordt er weer een puppy gered. Prachtig om te zien dat weer mensen zo liefdevolle honden zijn. En met elkaar gaan we er een mooie reis van maken, want het wordt een heftige rit. En dan gaan we in ieder geval intens met elkaar beleven. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ines. Happy birthday to you! Yip de beep! Hoera! Yip de beep! Hoera! Yip de beep! Hoera! En een klein hiepje. Hoi! Een cadeautje van onze Jana. Yes! Yes, 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 yes! We gaan op een boot naar grotten die door water zijn gemaakt. Maar waarom gaan we naar grotten? Omdat het jouw verjaardag is. Yip de beep! Ja, je doet die voor raar, schat. Dit zijn marmergrotten. Uitsparingen die ontstaan door alle weersomstandigheden, de weersinvloeden. Het is een mooi schouwspel aan licht en val. Het is gewoon mega oud, het is gewoon miljoenen jaren oud. En nu onze eerste grot in. Wat zou je gaan? Kijk uit. We gaan naar binnen! Wauw, supermooi! Kijk, kleuren, Nes! Je ziet de scheiding van de licht voor je. Ik denk dat wij echt wel 300 foto's gemaakt hebben. Het is zo mooi.
iedere hoek die je kijkt, denk je, oké, ik kan ook nog weer een nieuw grote zijn. Dan van dingen. Is het een mooi piano op jouw straat? Wat is dat, jongens? Leuk! Super gaaf, hè? We zijn geparkeerd bij een rivier. Even een lekkere frisse duik nemen en even gewoon een lekker lunchen. Maar we zijn veranderd van samenstelling. In plaats van met z'n vijven en twee honden, zijn we met z'n achten en drie honden. We zijn drie Nederlanders tegengekomen. Giel was erbij, dus een oud collega van Jeroen. Heel toevallig hebben wij tegengekomen. Maar die hadden een puppy gevonden. En die zijn aan het fietsen de Patagonië. Maar met de puppy fietsen is een beetje lastig. Ze willen de pup toch graag mee naar Nederland. Ze hebben besloten om de fiets bovenop te leggen. Ik loop de pup. De fietsen leggen we bovenop de camper. En we gaan een tijdje met elkaar opreizen. Om waar ze vandaan zij dan langzaam weer verder kunnen reizen. Kijk, daar zit iedereen. Heerlijk. Het is hier echt weer een prachtig uitkijken, denk je. Als we onder de brug doorlopen, dan zien we daar wat echt gletsjers liggen. Kijk, dit is echt het uitzicht van de auto. We rijden langs het grote meer. En onze camper zit inmiddels natuurlijk gewoon vol. Helemaal volgepakt en afgeladen. En ons nestje is er hier naast mij. Nestje, kwijt vast. We kunnen er alle acht in. Kussen. Ik ga nog beter uit de voeten met het speeltje van Ines. Netjes die. Oh, goed gedaan, schat. Oh, klasse. Onderweg is het ook tijd voor een spelletje. We zijn aan het kijken of ze dit hele kleine steentje ervan afgegooid krijgen. Kunnen ze natuurlijk een magnum mee winnen. Nou, het lukt echt niemand.